allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag, duiven zijn gelost om 9 uur in Heus de Zolder. Het is nu bijna 10 uur, dus we gaan even de klok aanzetten. En dan de klok even zetten op de losplaats en dan gaan we straks duiven wachten. Blijft een mooie felle, deze van de 609. Doffertje. Wordt nog wel wat deze, denk ik. Is net oud genoeg om straks met de eerste jonge duifvlucht mee te gaan. Dus, dat was spannend. Nou, we hebben de klok aan. Dan gaan we naar de... Oh, even. Ja, losplaatsgegevens. Heus de Zolder. Het is vandaag 06.05.23. 9 uur gelost. De afstand is 203. En dan 003 centimeter. Nou, dan drukken we op F. En dan is hij klaar. En dan kunnen we straks ook gelijk de meters aflezen als de duif geconstateerd is. Kom. Zo'n duif. Nou, we hebben inmiddels 9 van de 11 thuis. Alleen nog 2 dolfinnen moeten nog thuis komen. Alle doffen zijn er. We zaten niet heel vroeg. We zaten ongeveer 11 minuten achter de eerste in de vereniging. Dus het moet toch nog steeds een stukje beter. Maar we gaan in ieder geval zo langzamerhand steeds naar een wat verder afstand en dan moet het vast een stuk beter gaan. 8.23 was de eerste, dus de tweede getekende. En dan de 2.01 was mijn derde getekende, was als tweede. Dus dat hebben we in ieder geval wel goed voor elkaar. We hebben de vinden er al bij weg zoals je kan zien. De eerste aangewezen moet nog komen en dan de witte nog, de 6.21. Daar moeten we nog even wachten. We hebben nu wel de jonkers even los. Het is 3 uur, dus ja, alle punten zijn er al uit, dus kunnen die mooi even vliegen. De piepertjes zitten mooi in de spotnik. Nou, ik heb de vinnen gevoerd. De ene vinnen is er nog steeds niet. Dus ik hoop dat ze vandaag nog komt of anders morgen. Nou,
moet ik dit toch eens even doen. Nog even opgesloten. Schade moet er ook nog uit. Dat gaan we straks even doen. En dan hebben we de doffers opgevoerd. Jonkers vliegen nu al 2,5 uur. Jonkers zijn allemaal weer binnen. 2,5 uur gevlogen, toen heb ik ze maar naar beneden geroepen. Hebben ze gevoerd. De doffers en de delfinen zijn ook gevoerd. Dus dan is alles weer klaar voor vandaag. Er moet nog steeds één delfin, dus ik hoop dat ze vandaag nog komt. Dan moeten we afwachten. Dat was het ook weer de video. Een paar mooie aankomsten. En, ja, we kregen 7 redelijk op tijd. En 2 die waren wat later, dus ik denk... 7 in de punten. Dus dat is toch weer iets beter dan vorige week. Maar het mag nog steeds iets sneller. Dus ik hoop dat het volgende week beter gaat. We gaan weer ons best doen deze week. En dan moeten we dat zaterdag weer afwachten natuurlijk. Vond je nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En dan meer op mijn kanaal. Kan je onder doen. Zie je bij de volgende video. Doei!